We hebben veel golfballen gevonden. Ze hebben een goede dag vandaag. Ik ben Nicky Durfel en ik ben golfballenduiker. Veel mensen vragen zich af of het echt een baan is. Ja, het is echt een baan. Het is ook een zware baan. Maar het is leuk werk om te doen. Ik ben er klaar voor. Ik deed vroeger als een hobby golfballen opduiken. Toen ik een jaartje of 20 was, ben ik mijn bedrijf gestart. En nu toch weer op 250 golfbanen in de Benelux en ook daarbuiten. Wanneer we de golfbal op gaan duiken op een golfbaan, beginnen we vroeg. Zorgen dat ze om 6:00 op de golfbaan zijn. We blijven eigenlijk heel de dag duiken tot de golfbaan klaar is. Of dat de bus vol zit met golfballen. Op sommige golfbaan heb je goed zicht. Maar dat is vooral in de winter. In de zomer is het vaak ietsje minder. En vandaag is het bijvoorbeeld een stormachtige dag. Dan is het zicht vaak slecht omdat het ook geregend heeft. Maar wanneer het water troebel is, dan zien we niks. Dus we gaan eigenlijk op gevoel tasten we de bodem af in de blubber. Op zoek naar golfballen. We hebben veel golfballen gevonden. Ze hebben een goede dag vandaag. De laatste jaren waren we vooral te vinden in de Benelux. Daar hebben we nu vrijwel alle golfbanen. Sinds dit jaar heb ik een stap gemaakt naar het buitenland. Dus nu zitten we veel in het Midden-Oosten, Oostenrijk, Duitsland. We komen eigenlijk overal en duiken meer dan 1 miljoen ballen per jaar uit de wateren. En we komen eigenlijk op alle golfbanen. Dus we komen op de mooiste plekjes. Vaak op de mooiste natuurgebieden. En je werkt lekker buiten, dus een heerlijke baan.